Eendracht Aal speelt volgens het gewone stramien. Mandekking van De Wolf op Witte Bolen van Milko de Rijk. Pas nu zal men bij Eendracht Aal de juiste capaciteit van het stadion kennen. De loketbedienden zijn thuisgebleven vandaag. Er was geen enkel ticket meer vrij. En volgens voorzichtige ramingen zou men tot bij de 12.000 geraken. Goed geanticipeerd daar van Ronald van Petegem. Zakas. De winnen in het centrum. Kan hij voortrekken? Ja, daar is hij. Het was de hoogste tijd voor Pascal Bovry. De winnen was in de buurt. Een goede beweging van Zakas. Eerste hoekschop uit de wedstrijd is voor Eendracht Aalst. Ik weet niet of er waterpolospelers bij zijn. Of die dat al geprobeerd hebben. Maar wie daar wat van kent, kan hier gerust een nummertje opvoeren. Overtreding van Milko de Rijk op Verheijen. De tweede keer al, zegt Roeta. René Peters bij de invoer. Dat is het strijdlied van Eendracht Aalst. Maar de beste papieren voor de promotie, die zijn in handen van Piersen. En nu kan hij misschien over enkele dagen gaan van waar hij gekomen is, namelijk de hoogste afdeling. Nou ja, Douwe klom wat hoger dan Gerard, maar de kopbal was slecht gericht. Dus is dat al uitgewerkt. Junga, mooi hakje voor Gerard. Ze had dat ook verwacht. Dat was zeer scherp. Misschien had hij de bal richting Zakas kunnen spelen. Maar ja, het moest snel gebeuren. Glenn Gerard. Eerste keer Danny Verlinden. Al was het dan echt niet zo enorm gevaarlijk. Kindermans. De Rijk. Erg knap verlopen. Oh, en daar is de Rijk nogal hard aangetrapt door Gert Verheijen. En nu weer een overtreding nu van Thierry Geudens en die zal de rekening betalen. Maar de Rijk moet nog bijgewerkt worden. Gebeurt hier voor onze neus. Het was een kwalijke trap toch. Goed als die doorspelen en de eerste man die de overtreding beging. Kijk, dat is hier Geudens. Die heeft de rekening betaald. En waarom hoopt dit niet? Zakas, nu zit er ruimte in voor een counter. Neergelegd en logische beslissing van Goedals voor Gert Verheijen. Wordt een gele kaart. Het duel met Milko de Rijk wordt op het scherp van de snee uitgevochten. En nu dan Zakas door. Professioneel gepakt, zoals het dan heet. Lierse wat gevaarlijker als het vlug diep moet gaan. Eendracht Aalst meer bij de bal. Maar zeker niet gevaarlijker dan bezoekers hier. Een overtreding op Pascal. Bijzonder nuttig met het hoofd, die Frank Douwen. De Polen. Oeh, de Rijk en Gerard. Dat is bijna de moeilijkste bal die Van Wilderode al heeft moeten pakken. Die terugspeelbal van Glenn Gerard. Al wordt het veld nu beter gespeelbaar en heeft de ondergrond het overtollige water stilaan kunnen wegtrekken. Oh. Peter Koeman. Bal botste goed. Maar 3-4 meter boven het doel van Danny Verlinden. Peter Koeman 19. En zoals al gezegd, opgemerkt door Walter Meeuws voor de nationale belofte. In de plaats van Stefan
De Mare. Hij is topscorer voor Eendracht Aalst in de competitie. Hij is een Chileen van 26 jaar. Maar hij heeft zich dit seizoen niet in de gunst kunnen spelen van het publiek. Van het kritische Aalsterse publiek. Doorlopend Tjunga, die heeft een goed schot. En dat is daar met Danny Verlinden. Die sfeer kan uitpakken met de Douwe nu. Verheijen, daar is zijn lijfwacht Milko de Rijk. Ja, ja. Verheijen nu beter in het duel. Daar komt de voorzet. Oh! Patrick Douwe, witte bolen. Van den Buis, witte bolen. En Van den Buis alleen. Daar is Van Wilderode. Gerard. Peters. Tjunga nu. Meer teruggetrokken, niet meer in de spits. Daar loopt nu Courjoua. Zakas. Ja, goed schot en wat een save van Verlinden. De bal ketste af op het hoofd van een verdediger van Lierse. En met dit schot van Zakas brengt Danny Verlinden de redding op uit de wedstrijd. Allicht, kijk, daar komt het schot op het hoofd van Vernier. En dan wat een save van Danny Verlinden. Opvallend toe. De spelers hier na 24 moeten in de tweede helft nog zoveel loopvermogen hebben. Kijk maar eens wat DJ Segels hier kan voorbij de Rijk. Wie volgt? Oh! Didier Wittebolen. Raakt niet voorbij Milko de Rijk. Peter Koeman. Urzo in het centrum. Zakas ook. Peters kan die aanleggen. Nee, afgeblokt nog door Patrick Douwen. Dan Van den Buis maakt zich daar erg boos, omdat op het middenveld balverlies werd geleden. Maar tot de laatste seconde wil Eendracht Aalst gebruiken om alsnog dat doelpunt te scoren. Wim de Wolf. Bal is binnen. Goed als, maakt er een eind aan. Eendracht Aalst Lierse 0-0. Dat betekent dat Lierse nu in de stand voor de tweede stijger naar eerste klasse, terwijl daar een uitbundige Dimitri Davidovic bij zijn spelers komt. Want hij weet dat hij zijn ploeg, toen hij hier is aangekomen, niet alleen goed heeft laten spelen de competitie, maar ook nog in deze eindronde naar de eerste plaats heeft geloofd. Dus Lierse heeft 7 punten, Eendracht Aalst ook 7. IJzeren en Aarlebeke die spelen wat dit betreft niet meer mee. Lierse moet nu spelen zondag thuis tegen Haarlembeke. Die ploeg is uitgeteld. En met applaus van de 12.000 kijkers hier